En als u dan de frikandel daarin wil doen en dan de dop er weer op, dan hebben we een goede deal gesloten met z'n tweeën. En u mag het wisselgeld houden. Goed allemaal, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalvijn, en welkom bij Dikke Dingen. De show waarin wij dikke dingen maken om vervolgens dan weer leuke dingen mee te gaan doen. En dat wordt geniaal, lachen, gieren, brullen. Ik doe het alleen niet alleen, want ik ben net niet handig genoeg, dus ik krijg hulp van Handige Hugo! Jazeker, de man, de enige echte. Hoe is het? Kijk, hij ziet er zelfs uit als een handige Hugo. Ongeveer een jaar geleden ontmoette ik Hugo via Marktplaats. Op diezelfde avond vertelde hij mij dat hij werkt in de technische sector en sindsdien hebben we contact gehouden. Toen ik iemand zocht die dikke dingen kon bouwen, wist ik meteen wie ik moest bellen. Bob de Bouwer. Maar ja, die kon niet. Dus toen had ik maar Hugo gekozen. Hoe kan het dat jij zo handig bent? Nou, ik heb een eigen bedrijf. Ik word even gebeld. Hey Sam, ik ben bezig. Sam van Dalen is een autoverkoper, maar hij is ook altijd positief, in voor een geintje en een goede vriend. Hij woont vlakbij Hugo en belt me als hij me hulp nodig heeft, want vrienden moet je helpen. Ik sta op het punt om iets geniaals te maken. Ik weet alleen nog niet precies wat, maar ik ben hier met Hugo, Handige Hugo. Nou, in dat geval ken ik wel een beetje handige hulp van handige gasten gebruiken. Oké. Okay. Ik ben de hele week al buiten de deur. En hoi. Misschien kan jij even mijn meisje een beetje... Ik kan jouw meisje wel een beetje verwennen hoor, dat is geen probleem. Of zo. Kan jij bij mij langs rijden en even... Nou ja, ik heb niet zoveel zin om langs te rijden, maar we kunnen misschien wel wat bedenken. Nou, misschien heb ik al een goed idee. Kijk, misschien heeft Hugo wel een goed idee. Gaan jullie wat regelen, jongens? Oké, ja, nou, dat gaan we fixen. Eind van de dag heeft jouw vrouw gewoon een prachtig bosje bloemen. Geen probleem. Jullie zijn helden. Die luie hond, die wil gewoon lekker op de zaak blijven. Jij zei dat je een idee had. Ja, ja. Hij vraagt om een bos bloemen voor zijn meisje. Een bos bloemen is natuurlijk fantastisch. Altijd goed. Maar op locatie, en ik heb toevallig een drone. We gaan het gewoon zo doen. Jij maakt het plan, ja? En ik ben jouw slaafje. Ja, dat is prima. Oké, let's do it. Hoe lekker zou het zijn dat je op een brakke zondagmiddag vanuit je luie stoel alles je eigen kant op kan vliegen. Cadeautjes, wc-rollen, avondeten, kattenvoer, noem het maar op. Klinkt als iets uit de toekomst, maar vandaag bouwen Hugo en ik een drone met een systeem waardoor je gemakkelijk spullen kan oppakken en droppen. Klinkt als een drone die uitkomt. Strik me kapot, Dick! Ik dacht, je gaat niet vliegen! Hij doet het! Nou, de drone werkt in ieder geval. Maar niet meer hier binnen dat doen. Nou, nee, dat is echt... Ik ben echt wild. Maar dat was wel tof, even. Ik weet nog niet precies waar het voor is, maar it's beautiful, man. Zo, dat is voor elkaar. En maar hier, hoe gaan wij hier een bos bloemen aan hangen? Ik heb een nylon draad, moet ik even pakken. Ik wil eigenlijk ook even, hè, als dit nou werkt, ik wil ook gewoon even wat andere dingen proberen. Deze draad, die gaan we hier ook tussen de koperdraden doen. Die we bevestigd hebben aan het landensysteem. Ja. Op het moment dat die in de lucht hangt en je gaat... Doe het even voor. Oké, moment van de waarheid. We vliegen zo ernaartoe. En dan doe je dit. Ja! Oké, ik begrijp het. Ik snap het idee. Ik heb even een probleempje. Ik heb net even gekeken of de drone waterpas staat. Ja. En ik heb hem even opgehaald. En nou zie ik net dat er een bel uit mijn waterpas mist. Zou je die even voor me kunnen gaan halen? Ja, is dit echt zo? Ja, ik zie het net. Het is echt een probleem. Want hij moet sowieso altijd waterpas staan. Ik heb nog nooit een bel in het schap zien hangen bij de bouwmarkt. Ga je mij nou, Handige Hugo, ga je mij nou serieus? Ja, ga gewoon even een bel voor mij halen bij de bouwmarkt. Dit hebben we gewoon nodig. Gamma, kom maar aan. Dag meneer. Goedemiddag. Ik moet mijn waterpas even laten bijvullen. Dat gaat niet. Ben je waarschijnlijk in de zeik genomen. Ja? Ja, dat denk ik wel, man. Maar dat gaat niet. Wat is dit? Wat is dit? Ik ben gewoon volledig in de suik genomen. Wat is dit? Wat zijn ze? Ik had al wel mijn twijfels. Maar ik dacht, ik ga het toch proberen. Heb jij in de tussentijd wat zinnigs gedaan of heb je gewoon een beetje populair lopen doen? Wat dacht je hiervan? Hey, hoe cool is dit? Nou ja, dit ziet er wel een beetje beunhaas uit, maar verder... Als het maar werkt, hè, dat is het belangrijkste. Ik neem dit gewoon mee. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar... Tijd om te testen, motherfuckers. We gaan dit doen. De bedoeling is dat we het laten vallen. Precies op het kruis. De lucht in met die handel. 2, 1. Ja, ja, ja. Ik ga hem nu opengooien. Ja. En dan gaan we kijken of het gaat werken. Kijk of hij op het kruis loopt. 3, 2, 1. Ja! Ja! Yes. Ik wil hem wel even exact op het kruis hebben. Oh, oh. Oh nee, wacht! Ah. Niet normaal hoe perfect. Nee, maar kijk, het systeem werkt in ieder geval. Ik heb een beetje honger. Ik ook. Laten we eten. Ja, we gaan even in de keuken zitten. Ja, dus ik zeg tegen mijn vrouw, ja, wat is dit er weer voor gezein? Ja, ik word helemaal gek van de hele tijd, maar dat zal aan mij liggen. Hoe ben jij zo handig geworden? Nou, ik ben opgegroeid in de bouwfamilie. Mijn vader is timmerman, mijn oude broer is timmerman, mijn oom is timmerman. En jij wil boekhouder worden? Ja. Maar ik vind het gewoon leuk met je handen. Je bent iets aan het creëren. Je bent altijd iets aan het maken, leuke ideeën. Te weinig mensen in de techniek en in de bouw sowieso. Ja. En misschien kunnen we er wat aan doen. Laat je inspireren. Hier vanuit de Kate. Hey Hugo, het is tijd voor. Ik heb dus pindakaas. Broodje ham heb ik. Broodje ham. Godverdomme. Kut! Nee, serieus. Ik zal hem even delen of niet? Ik heb helemaal niks mee. Nou kijk, dit is mijn. Deze ga ik sowieso niet met je delen. Ik wil de drone even anders inzetten. Ik wil de eerste thuisbezorgd service met de drone van Nederland fixen. Dus we gaan gewoon een frikandelletje pinda halen. Voor jou. Met de drone. Je bent wel echt enthousiast. Ja. I like it, man. Let's do it. Hoe geniaal zou het zijn als jij je frikandelletje kan laten bezorgen door middel van een drone. Ik heb het al een beetje bedacht. Moet je eerst eruit halen wat erin zit. Je bent echt enthousiast. Hè? Ja. Wat is dit nou? Ja, klopt. We gaan het doen. Is dit voor mij? Ja, is voor in de kate, man. Oh, kijk. Ik zie het al. Wacht even. Hoe weet je dat? Dan ben je handig, Hugo, maar dan ga je met plakband en uitgeprint. Ja, maar dan ga je je best doen, hè. Oké. We gaan weer aan het werk. Kijk, daar gaat-ie. Hey, hoppa. Maestro, tjaka! Dat moet ik dan weer niet doen. Goeiedag, ik spreek met Kelvin Boelma. Ja? Ik wil graag 1 frikandel pinda. 1 frikandel pinda, ja. Kom hem straks ophalen, ja? Over een kwartiertje. Oké, bedankt. Tot straks. Dag, doei. Ja, doei. Ik zou opschieten als ik jou was. Ik ben bezig. Hij is over een kwartier klaar. Je afwacht. Zie je dit ding al vliegen? Ja. Echt top. Ik denk dat de frikandel inmiddels al klaar is. Cameraman is even die kant op. Hugo, hey man. Ben je klaar voor je frikandelletje? Ja, ja. We moeten nog wel 1 dingetje fixen, dat ben jij vergeten. Frikandel is niet gratis. Hier stopt er 5 euro, hoppakee. Oké, nu is het moment daar. Ja. In de lucht met die handen. Ja, helemaal top! Helemaal goed! Helemaal goed! Hey, en als je er bent, dan bel ik gewoon en dan zeg ik gewoon tegen die vrouw, luister, loop even naar buiten en stop even je frikandel in het gat. Hallo, spreek ik met de snackbar? Ja. Wij komen even een frikandel ophalen. Hij staat voor de deur. Zou u even naar buiten kunnen komen? En dan ziet u op de grond een apparaat staan. Ziet u dat? Ja, dat klopt. Daar zit een buis aan met een dop erop, een witte dop. Ja, als u iedereen even afhaalt, dan zit er 5 euro in. En als u dan de frikandel daarin wil doen, en dan de dop er weer op, dan hebben we een goede deal gesloten met z'n tweeën. En u mag het wisselgeld houden. Zit de frikandel erin? Ja, ik ben erin. Dankjewel, tot ziens. Dag. Nou, opstijgen. Ja, daar ga je. Kijk, ja, mooi. Hij stapt er helemaal niet. Daar is de frikandel. Daar komt hij. Ah, daar is de frikandel. Ja. Ah, tata. Oké, nu een moment van de waarheid. Ja. Ja. Dit is allemaal beter dan een broodje pindakaas. Hij heeft gewoon een haar. Hoe vind je hem? Hij is echt warm. Hij is gewoon nog steeds warm. De rook komt erop, de stoom komt erop vanaf. Vanaf nu hoeven we gewoon nooit meer uit huis als je eten wil laten bestellen. Ik ga gewoon uit je keetje. Heb je lekker gegeten, Hugo? Ja man. Ja? Kun je er weer tegenaan? Ja, prima. Want we moeten nog een missie voltooien, namelijk het bezorgen van een romantisch cadeau bij de vrouw van onze grote vriend Sam. Ja, dan... Sam stuurde mij nog een berichtje, namelijk dit. Weet je wat nou echt leuk zou zijn? Als je wat met het lievelingsliedje kan doen. Dat is van Woezel en Pip en dat is Allerbeste Vriendjes. Kijk maar even of je die kan vinden. Hey, zet hem op man! Ik had me iets romantischer voorgesteld. Ja, je verwacht het niet. Zie je het al? Drone met bloemen. Nou, we doen het gewoon hier allemaal in. Ja, we gaan het regelen. Zo, ga naar buiten, ding de lucht in. Gaan we eerst de box even droppen. Ja. En dan daarna komen de bloemen wel. Kijken. Oké, perfect. Ja. Nou, dan gaan we. Hè? Gaat ie weer. Ja, dit is lekker. Woezel en Pip, onderweg. Jullie kan. Hugo, je bent in de buurt. Ik kom nu boven de boerderij te hangen. Oké. Ik laat hem nu ietsje zakken. Ik ga hem droppen achter in die moestuin. Ik hoop dat de drop werkt. Ja, ik ga hem nou... Beter. Ja, hij is los, hij is los. Ja? Ja. Lekker pik! Om de roos heen en hup omhoog. Oké, ideaal. En gaan! Inmiddels ben ik het bijna en ik ga hem nou neerzetten. Goeiedag, ik spreek met Kelvin Boerma. Hallo. Hallo, ik kom even een bosje bloemen van Sam van Dalen ophalen. Oké, prima. Er staat buiten er een apparaat, een beetje een gek apparaat. En daar kunt u het bosje bloemen aan vast knopen. Dat ga ik regelen. Ah, dat is hartstikke mooi. Oké, nou, succes. Succes. Michael, de cameraman, is daar ook, dus we kunnen een beetje meekijken. Ik zag de beweging, ja. Kijk, er loopt iemand. Oh, kijk. Oké, is het gelukt? Ja, ze is al op weg, dus nou, ja, ik hoop dat het goed is, dat het goed was. Ik hoop dat het goed is. Ja, ja, en hij is weg. Ja, ja, hangt hij nog steeds aan? Ja, hij hangt eraan. Hij is niet afgedonderd. Nee, hij hangt er nog in. Oh, top. Yes. Hey, maar so far so good, Hugo. Ja, man. Sam gaat nu zijn vrouw bellen, Sanne, en hij gaat haar vertellen dat ze naar buiten mag lopen en dat daar iets op haar hangt te wachten. Ja. Kijk. Er staat wel iemand. Kijk, dat is het denk ik. Oh, dit wordt echt een jongen. Ze wachten, ze weten helemaal niks, hè. Nu is het boven de boerderij. Ik ga naar de daling zitten. Ze snapt er ook niks van. Ja, ik moet er wel steady aan, hoor. Nu. Ze moeten wel gaan pakken, hoor. Ja, je pakt hem. We hebben mensen blij gemaakt, we hebben kattenkaart uitgehaald, we hebben alles gedaan. Bedankt voor het kijken naar Dikke Dingen. Volgende week zijn we er weer. Hugo, ben jij er volgende week ook weer bij? Ja. Dan gaan we weer wat nieuws doen. Later. En? Vond ze het leuk? Ja man! Ja? Ja, ze vond het echt leuk. Ze zegt dat je niet even kunnen zeggen dat er wat gebeurde had. Ik ben nog even opgemaakt, maar het was geen verrassing geweest. Kijk, goed zo. Nou, graag gedaan hè. We gaan je vaker inzetten. Ja, dat is goed. Hey, super hè? Ja, later.